Efeze 5 is dus de schriftlezing en daar luidt dan Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Zij dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijze de heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap, hè, dat is gepraat. Of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet ge, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden. Want om deze dingen komt de toren van God over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zij dan hun medegenoten niet, want gewaart eertijds duisternis, maar nu zijt gelicht in de Heere, wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevend wat de Heere welbehagelijk is. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk door hen geschiet, is ook schandelijk te zeggen. Maar al deze dingen door het licht bestraft zijnde, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit den dode. En Christus zal over u lichten. Zie dan toe hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. De tijd uitkopend, omdat de dagen boos zijn. Daarom wees niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heer is. En word niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar word vervuld met de Heilige Geest. Sprekend onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingend en psalmend de Heere in uw hart. Dankend alle tijd over alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gij vrouwen, wijs uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbend met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zo heilig en onberispelijk zijn. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het, zoals ook de Heere de gemeente. Want we zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit ziende op Christus en de gemeente. Zo dan ook gij, elk in het bijzonder, en ieder hebben zijn eigen vrouw lief, al zoals zichzelf. En de vrouw ziet dat zij de man vrezen. Tot zover de schriftlezing. Ik wil uw aandacht vragen voor Efeze 5, de verzen 25 tot en met 27. Daar luidt nu Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbend met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks,
maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. Ik heb 3 gedachten. Allereerst dat de man zijn eigen vrouw moet liefhebben zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad. Vervolgens hoe Christus zijn gemeente heeft liefgehad. En tenslotte zal ik iets zeggen over de zegen van een Bijbels huwelijks- en gezinsleven. Dus allereerst, de man moet zijn eigen vrouw liefhebben zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad. Vervolgens, hoe Christus dan zijn gemeente heeft liefgehad. En tenslotte, de zegen die er verbonden is aan een Bijbels huwelijks- en gezinsleven. Gemeente, wat is nou de beste dienst die een vader aan zijn kinderen kan bewijzen? Of als er maar 1 kind is aan zijn kind, aan zijn zoon of zijn dochter. Welk antwoord zou u op die vraag geven? Weet je wat Paulus schrijft? En dan gaan we naar Efeze 6. Het vierde hoofdstuk. Efeze 6, het vierde vers. Gij vaders, verwek uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen in de lering en vermaning des Heren op. Het antwoord is dus dat je kinderen opvoedt in de vreze des Heren. Die uitdrukking is nog bekender. En als Paulus het heeft over vermaning en lering, bedoelt hij daar precies hetzelfde mee. Maar als we dat nou gehad hebben, zou je in ondergeschiktheid daaraan nog iets kunnen noemen? Pas zei een maatschappelijk werker tegen me: vaders kunnen hun kinderen geen grotere dienst bewijzen. Die liet dus het eerst even buiten beschouwing, wat ik zojuist genoemd heb. Vaders kunnen hun kinderen geen grotere dienst bewijzen dan door te blijven houden van hun moeder. Dat een man van zijn eigen vrouw houdt. En dat schreef Paulus ook al. En dat geldt uiteraard ook als een huwelijk niet met de kinderzegen bekroond wordt. Want dat geldt niet voor elk huwelijk. Als dat nu wel het geval is, dan kan je niet zeggen, ja, aan het opvoeden in de vrezen des Heren mekeert het niet. Maar aan de liefde tot zijn vrouw ontbreekt veel. Nee, als er aan het laatste het een en ander ontbreekt, dan is er geen sprake van waarachtig vrezen van de Heren. Je kan niet zeggen, nou, die man heeft zijn kinderen opgevoed zoals het hoort, maar hij liet wel zijn vrouw in de steek. Hij werd zijn vrouw ontrouw. Want moet dat een schok zijn voor kinderen als God het niet verhoedt? Dan kan het een aanleiding zijn dat kinderen de kerk de rug toekeren. Leer en leven moeten één zijn. Ja, het gebeurt wel dat kinderen aangeven, ja, bij ons thuis gaat het niet zoals het zou moeten gaan. En dan moet je naar kinderen toe zeggen, dat is voor jou geen verontschuldiging om God niet te zoeken. Als jouw vader en moeder daarin geen voorbeeld zijn, dan wil dat niet zeggen dat jij ontslagen bent van de plicht God te zoeken als het hoogste van je blijdschap. Maar als je dan ouders spreekt, dan moet je natuurlijk wel vermanen. Wees een voorbeeld voor je kinderen. En dan moet er een eenheid zijn in leer en leven. Dan moeten we niet alleen orthodox zijn in de leer, maar ook orthodox in het leven. Het woord orthodox heeft niet bij iedereen een even gunstige klank. Maar als je de oorspronkelijke betekenis neemt, is het een heel lofrijk woord. Want dat betekent het ook. Je geeft God de lof die hem toekomt. De rechte lof.
Dat blijkt in je beleiden van de drie enige God. Dan hebben we het over de leer. Je beleid van die God, het is de God van volkomen zaligheid. En in dienst van die God besteed je je leven. En dan komen alle terreinen des levens aan de levende God toe. Nou, dat laatste blijkt ook in heel de Bijbel. Zeker ook in het onderwijs. Wat een apostel Paulus, want die springt eruit als het gaat om de brieven die we vinden in het Nieuwe Testament. Zeker ook als het gaat om het onderwijs dat een apostel Paulus in zijn brieven geeft. In meerdere brieven zie je het zo. Eerst wordt de leer uiteengezet. En dan volgen de vruchten die eruit behoren voor te komen voor het leven. Als je de leer echt mag verstaan, blijkt dat als volgt in je leven. Zo kan Paulus dat neerschrijven. Dat zie je al helemaal, heel duidelijk. In de brief waarvoor we vanavond jullie aandacht vragen, uw aandacht vragen. De brief die de apostel Paulus schreef aan de gemeente van Efeze. Na de brief aan de Romeinen, de meest systematische brief van Paulus. Het vermoedt dus wel geuit dat die brief ook niet alleen voor de gemeente van Efeze bedoeld was, maar dat het feitelijk een soort rondzendbrief was. Allereerst aan Efeze gericht, maar dan vervolgens bedoeld om door te zenden naar andere gemeentes. En dat verklaart dan de opzet van deze brief. Nou, het zou heel goed kunnen. In Efeze 1 vers 1 tot en met Efeze 4 vers 16 wordt de rechte leer uiteengezet. God die de zijne lief heeft in Christus voor de grondlegging der wereld uitverkoren in hem. Christus wiens bloed van alle zonden reinigt. En dat wordt toegepast door de Heilige Geest. Dan schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe, jullie zijn met die geest verzegeld. Hij maakt ze duidelijk, jullie waren eerst dood in misdaad en zonde en nou ben je medelevend gemaakt met Christus. Door hem heb je in één geest toegang tot de Vader. Eén geloof, één doop en één Heer. En dan vanaf Efeze 4 vers 17 begint het leven. Ik betuig dan dit, ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. En hoe moet het dan wel? Dan gaan we naar Efeze 5 vers 1. Zijt navolgers Gods als geliefde kinderen. En dan volgt er in het tweede vers, wandelt in de liefde. Zoals Christus ook ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offer en een offerande en een slachtoffer, golden tot een welriekende reuk. In het 21ste vers schrijft Paulus dan dat we elkaar onderdanig moeten zijn in de vreze Gods. Vrouwen aan hun mannen. Kinderen aan hun ouders. Knechten aan hun heren. En dan moet een vrouw aan haar man onderdanig zijn. Zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. De macht die een man heeft. Die ouders hebben. Die heren hebben. Hebben ze van God gekregen. Maar dan maakt Paulus ook duidelijk. Die heb je niet gekregen om die te misbruiken. Want macht wordt sinds de zondeval misbruikt. En het is heel verdrietig als de Bijbel er dan bijgehaald wordt om dat misbruik goed te praten. Dat is bepaald niet de bedoeling dat macht misbruikt wordt. Hoe moet het dan wel? Nou, als het gaat om een man ten opzichte van zijn vrouw. Dan schrijft een apostel Paulus en dan zijn we bij Efeze 5 vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Gelijk ook Christus
de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Ja, en dan kom ik bij mijn eerste gedachte. Hoe een man zijn vrouw moet lief hebben. Waarom focus ik mij op de man? Ja, dat de vrouw de man onderdanig moet zijn. Dat de man het hoofd der vrouw is, dat staat tegenwoordig zwaar onder vuur. Dat hoeft geen toelichting. En dan moeten we tegen de stroom inroeien. Dan dreigt wel het gevaar, als we niet opletten, dat we vergeten dat er ook van mannen en vaders wat gevraagd wordt. En nou kan je in ene preek niet alles zeggen, bepaald niet. En daarom focus ik mij nu op de mannen. Wat er van de mannen, en als ze kinderen hebben van de vaders, wordt gevraagd. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Gelijk ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Ja, dan ga ik ervan uit dat we het huwelijk zien als inzetting van God. Ja, maar je moet eerst toch kijken of je bij elkaar past, joh. Je begint toch met samen te wonen. Dat zou wel een hele grote overschakeling zijn. Als alles nieuw wordt in het trouwen. Nou, zo wordt er geredeneerd. En dat gedachtegoed vindt ook ingang in de kerk. Daar moeten we bepaald niet blind voor wezen. Dan moeten we de Bijbel laten staan. Was dat in de Bijbel? Dat je niet vooruit mag grijpen op het huwelijk? Dat staat in de Mozaïsche wetgeving. Die gaat zelfs zover, je bent gestenigd. Als je er niet aan weggehouden, dat gaat nogal ver. Dat blijkt uit de geboortegeschiedenis van onze Heer Jezus Christus. Maria, die hoort dat ze zwanger wordt. Ze zegt, dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet, want ze had niet op het huwelijk vooruit gegrepen. Jozef begrijpt dat zijn vrouw zwanger is. Die is van plan haar te verlaten. Het is niet van hem, dat weet hij absoluut zeker. Want Jozef en Maria wandelden in de wegen des Heren. En neem het boek Hooglied, dat allereerst gezien moet worden als een lied waarin de liefde tussen Christus en zijn kerk wordt bezongen, tussen God en zijn volk. Dan zegt de bruid meer dan eens, die liefde moet niet opgewekt worden, nog wakker gemaakt totdat het dezelfde lusten. En daarmee geeft ze aan, ik grijp niet vooruit op het huwelijk. Dat geeft ze daarmee aan. En dus daar is de Bijbel duidelijk in. En als we daarin faal of gefaald hebben, schuld belijden. Niet, ja maar dat doet bijna iedereen, joh. Nee, de Heere wil dat we schuld belijden en niet in zonde volharden. Maar dat is even een zijspoor, althans in dit verband. Want bijbels gezien is natuurlijk alles behalve een zijspoor. En dan trouw je met elkaar, waarom eigenlijk? Ja, dan mag ik toch aannemen, er is een vonk over gesprongen. Je houdt van elkaar. Je wil elkaar bijstaan. Hoe lang? Je hele leven. Ja, en dat is daarom de reden dat mensen zeggen, ja jongen, daar is nogal wat om dat te beloven. Ja, maar dat beloof je wel. En dat laat zien als we christen zijn, dat het voor ons een zaak van gebed moet zijn voor we trouwen. Voor je bekering hebt. Of je een jongen mag krijgen die de Heere vreest, of een meisje. Ja, die zijn er niet zoveel als een jong is. Je hoeft er maar één te hebben, zei ik. Je hoeft er maar één te hebben, joh. Als er maar één op je weg geplaatst wordt, dan ben je er al. En dan is het niet zo als iemand het maar zegt. Het moet zo zijn. Er zijn mensen die het zeggen en blijkt niet. En er zijn mensen die het niet durven te zeggen. Daar kan ik allerlei dingen over opmerken. Geloof, strijd, twijfel, aanvechting. Mensen zeggen het niet. Zeggen het niet heel vrijmoedig, laat ik het dan maar zo verwoorden. En toch merk je, het is zo. Nou, daar gaat het om. En dan trouw je met elkaar. En hoe moet dan een man zich gedragen? En blijven gedragen. Want dat heb ik meer dan eens in een trouwgesprek gezegd. Eigenlijk zeg ik het elke keer. Een huwelijk goed beginnen is geen kunst. Maar het goed houden. Dat is echt een kunst.
Dat kunnen we niet uit onszelf, daar hebben we Gods genade voor nodig. En als het dan loopt over de man, zijn vrouw liefhebben, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En dan moet je niet denken, heeft, dat is dus verleden tijd, dat geldt niet meer. Zo kunnen wij dat woord heeft gebruiken. Maar zo wordt het in het Grieks niet bedoeld. Het is in het verleden begonnen, wordt ermee bedoeld en het gaat door in het heden en blijft zo. En dat wordt van de man gevraagd. Een man komt in zijn huwelijk tot bekering. Bij een vrouw ligt het anders. Ja, in die tijd. Dan betekende dat, je vrouw was een heidin. In onze situatie kan het betekenen, ja, we zijn wel in de kerk getrouwd, maar het deed ons geen van tweeën wat. En dat het allereerst bij een man verandert. Maar in die situatie wilde dat zeggen, een man voelde zich bij de christelijke kerk. Ja, en een vrouw die moest haar man gehoorzamen, die ging met tegenzin mee. Laat me het zo maar zeggen. En wat moest die man dan bedenken? Ja, maar ik was ook dood in zonde misdaden. En het is niet zo dat ik eerst naar God ben gaan vragen. Hij heeft naar mij gevraagd. Christus heeft mij lief gehad toen ik hem nog niet lief had. God die rijk is in barmhartigheid, dat heeft Paulus al geschreven. Dan zit je in deel over de leer. En hier zitten we in deel over het leven. Maar dan zie je leer en leven zijn één. God die rijk is in barmhartigheid is een grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, heeft ons medelevend gemaakt met Christus. Ook toen we dood waren door de misdaden en de zonde. Nou blijkt hier dat Paulus ervan uit mag gaan dat man en vrouw beide leden zijn van de gemeente en dat die vrouw niet met tegenzin naar de kerk gaat. Maar nou heeft ieder zijn gebrekje. De levende leden der kerk hebben gebreken. Als we Judas even buiten beschouwing laten. Wat heeft de Heere Jezus moeten stellen met zijn discipelen? En die heeft niet gezegd, ja beste jongens, ik zet er een punt achter. Ik ga andere discipelen nemen. Jullie vallen me zo tegen. Ik zoek anderen. Dat heeft hij nooit gedaan. Die hij heeft lief gehad, heeft hij lief gehad tot het einde. En zo moet je het ook zien als Paulus schrijft, gij mannen hebt uw vrouwen lief. En dan is elke vergelijking, ook deze vergelijking ten dele waarom. Christus heeft geen gebreken, een man heeft ze wel. De gemeente van Christus heeft gebreken. Ja, daar gaat de vergelijking helemaal op. En een volmaakte vrouw is ze niet. Dan moet de man zijn vrouw verdragen. In wijsheid leiden. Dat de man het hoofd der vrouw is, wil niet zeggen, ik deel hier de lakens uit en jij hebt maar te luisteren. Dat is een afschuwelijk misbruik van de macht. Hoe moet het dan wel? Nou, zoals Christus met zijn kerk omging. Die deelt niet als een dictator de lakens uit. Die heeft als de goede herder zijn leven afgelegd voor zijn schapen. En als ik even naar het Oude Testament ga, dan hebben we het weliswaar niet over de Heere Jezus Christus, maar wel over een persoon die als voorafschaduwing van de Heere Jezus Christus mag zien, Boas. Nou, Rut kon toch geen betere man krijgen? Dat had ze zelf ook in de gaten. Ze was op de akker van Boas terechtgekomen. En dan vraagt ze op een gegeven moment, breid gij uw vleugel over me uit, want gij zij de losser. Wil u het voor me opnemen? Wil u mij beschermen? Nou, dat mag een vrouw van haar man verwachten. Dat hij het voor haar opneemt, haar beschermt. En dan wordt de vrouw wel eens de wederhelft der man genoemd. We zijn elkaars wederhelft. Nou, dat schreef Paulus ook. Mannen zijn schuldig hun eigen vrouwenliefde te hebben.
Ik heb dat vers er eigenlijk niet expliciet bijgenomen toen ik nog weer een keer een paar versen voorlas. Dat was 25 tot en met 27, maar in 28 staat: mannen zijn schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk ze hun eigen lichamen lief hebben. Al komen er zorgen, dat je elkaar wel trouw blijft, dat een man trouw blijft aan zijn vrouw. Want hoe reders en overspelers zal God oordelen. Er zijn situaties, je kan begrijpen dat de man het niet volhoudt. Dat het misgaat. Maar iets wat je kan begrijpen, wil nog niet zeggen dat het iets is wat je goed mag keuren. Dan staat zo heel mooi verwoord in ons klassieke doopsformulier dat God de gehuwde zijn hulp en bijstand niet wil onthouden om elkaar trouw te blijven. Een man zijn vrouw, dat hij van zijn vrouw blijft houden zoals Christus van zijn gemeente houdt. God wil de gehuwde zijn hulp en bijstand niet onthouden, ook wanneer ze dat helemaal niet meer verwachten. Allerminst verwachten staat er dan. Dat is al enigszins ouderwets Nederlands. Wij zouden tegenwoordig zeggen, je verwacht het helemaal niet meer. En toch gebeurt het. Maar hoe reders en overspelers zal God oordelen. Ik zet er een punt achter, ik zie het echt niet meer zitten. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. En dan moet de man steeds bedenken, ik hoor het beeld van Christus te dragen. En hoe draag je dat beeld van Christus? Hoe ga je dat dragen? Door op hem te zien en op hem te blijven zien. Dan denk ik aan Maarten Luther. Maarten Luther trouwde met Catharina van Bora. Hij was een stuk ouder dan zij, 17 jaar. Zij was verliefd op hem. Omgekeerd kan je dat niet helemaal zeggen. Maar het is een buitengewoon goed huwelijk geworden van twee kanten. Van twee kanten. Catharina is me meer waard, zei Luther, dan het Koninkrijk, Frankrijk en de Republiek Venetië. Luther was heel erg gesteld op de Galatenbrief. Het onderwijs dat Paulus daarin gaf. En dan kon hij van die brief zeggen: die brief is mijn Catharina van Bora onder de boeken van de Bijbel. Nou, dat liet wel zien hoe hoog hij zijn vrouw schatte. En dan kon hij zeggen, omdat Catharina Keten mijn vrouw is, blijf ik van haar houden. Dat gaat tegen de romantische opvatting. Ja, ik hou niet meer van de dominee. Dus als we bij elkaar blijven, dan wordt mijn vrouw ook ongelukkig. En dat kan toch nooit Gods bedoeling zijn? Dat heb ik eens letterlijk aan mijn oren zeggen. Dat kan toch nooit Gods bedoeling zijn dat ik ongelukkig word? En dat mijn vrouw ongelukkig wordt, kan nog minder de bedoeling zijn. Als we bij elkaar blijven, wordt ze diep ongelukkig. Ik ga er een punt achter zetten. Daar zou Luther gezegd hebben, net zo lang op je knieën tot je weer van je vrouw houdt. Zo simpel is het. Net zo lang op je knieën tot je weer van je vrouw houdt. En daar is ook nog een punt. Het is een blijvende opdracht. Dat zag je vroeger wel eens, en dat bedoel ik niet om lelijk te zijn in een bepaalde richting, alles behalve dat. Maar dat zag je vooral vroeger nog wel eens in evangelische kringen. Je plakt twee kinderen van God bij elkaar. Een bekeerde jongen en een bekeerde meisje, gaat dat altijd goed. Heb je twee bekeerde mensen, kan het niet misgaan. Nee, zo ligt het niet. Je moet echt voor elkaar voelen. Zo stap je natuurlijk, en niet alleen omdat je samen de Here vreest. Maar dan ook moet je beseffen, we zijn aan het hinken en tot zinken ieder ogenblik geneigd. Zou een bekeerde man nou vreemd kunnen gaan als God het niet verhoedt wel? Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Als we denken dat overkomt mij nooit, dan zijn we al op heel glad ijs gekomen. Dan overschat je jezelf. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat, en richt gij toch mijn voet op het smalle pad. Dan kunnen we, ook als mannen, nooit te veel zien op de Heere Jezus Christus. En dat we onze vrouwen lief hebben, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Ja, hoe Christus dat gedaan heeft, ik heb er al iets van gezegd, maar ik zal dat nu in mijn tweede punt nader gaan uitwerken, hoe Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En dan zeg ik nog een keer, die voltooide tijd wil niet zeggen, het is inmiddels verleden tijd.
Nee, het is in het verleden begonnen en het gaat door tot heden. In het bijzonder focust Paulus dan wel, dat is waar, op wat Christus aan het kruis gedaan heeft. Hij heeft zich voor haar overgegeven tot in de dood toe. Maar dan neem ik andere schriftgedeeltes erbij. Dat mag je natuurlijk nooit losmaken van het vervolg. Hij is opgestaan en hij zit aan Gods rechterhand. Dan nog, het diepst zie je de liefde van Christus aan het kruis van Golgotha. Christus heeft zijn kerk lief gehad en zich voor haar overgegeven. Waarom eigenlijk? Waarom was dat nou nodig? En dan is dit het antwoord, omdat wij schuldig staan voor God. Ja, maar dan zou hij toch ons best gaan doen. Daar kunnen we het niet mee goed maken. Dan geldt ook, als wij God echt leren kennen en ons leven in zijn dienst gaan besteden, dat we zo onze schuld niet kunnen verzoenen. Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleeg. En ten onrechte wordt dan wel eens gedacht aan krokodillentranen. Die kan natuurlijk zoveel vergieten als je wil, die hebben dan ook geen waarde. Er wordt ook wel eens gedacht aan eigen gerechtigoffers. Maar de bedoeling van de dichter was anders. Tranen van droefheid naar God. Kan je daar de schuld niet mee verzoenen? Echt niet. Daar maak je je verleden niet ongedaan mee. En aan het eind van elke dag, ook al was er sprake van droefheid naar God, is de schuld niet kleiner geworden, kan je niet zeggen, ja, toch een klein beetje afgelost deze dag. De schuld wordt groter. Niet de offers die ik breng. Dan denk je aan het feit dat je je leven door genade in dienst van God hebt leren besteden. Maar dat is niet het laatste houvast van een christen. Ik heb tranen van droefheid naar God. Ik besteed mijn leven in Gods dienst. Dat kan je van elke ware christen zeggen, dat hoeft geen betoog. Maar het houvast is, daar het bloed, door u gestort, mij de bron des levens wordt. Waarom? Alleen Christus kon de hitte van Gods gramschap wegdragen. Als we de evangelie lezen, dan wordt de toren van God voorgesteld als een beker. En die toren van God is zo groot, dat Christus als middelaar vroeg, Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Gelukkig voegde die eraan toe, niet mijn wil, maar de nieuwe geschieden. Want zou er verzoening plaatsvinden, het komt maar op één manier, dat Christus de drinkbeker van Gods toorn leegdronk. En dan kan je niet zeggen, ja, er is een druppeltje overgebleven. En dat druppeltje is voor ons bestemd. Dat lees je wel eens in bepaalde verbanden. Er wordt van u een kleine bijdrage verwacht. Maar dat is hier niet het geval. Het is niet zo het meeste doet de Heer Jezus Christus. Maar begrijp goed, er wordt ook van u een kleine bijdrage verwacht. Gelukkig niet. Het is enkel en alleen genade. Het is Christus en Christus alleen als het gaat om verzoening met God. En dat is wel waar. Als we zo Christus leren kennen, wat gebeurt er dan? Nou, Christus heeft zich voor zijn gemeente overgegeven, opdat hij haar heiligen zou. Haar zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en onberispelijk zou zijn. Als wij Christus leren kennen als zaligmaker, wiens bloed van alle zonden reinigt, dan is de vrucht, er komt een diepe drang om voor hem te leven. Een gemeente zonder vlek of rimpel, zo wordt het verwoord, hoe moet je dat nou zien? Heilig en onberispelijk. Nou, dat blijft hier ten dele. Dat is wel het doel. Wanneer wordt dat doel behaald? Na sterven. En niet eerder. Maar dat doel moeten we ons steeds voor ogen houden. De bekende Schotse prediker Robert Murray McShane, die overigens ongetrouwd is gebleven, die bad, Heere, maak mij zo heilig als voor een christen aan deze kant van het graf mogelijk is. Nou, dat is een gebed, zeg.
Maak me zo heilig als voor een christen aan deze kant van het graf mogelijk is. Want Maxime wist ook heel goed dat je hier vlekken en rimpels blijft vertonen. Maar de ene ware christen, want daar hebben we het dan over, niet alleen maar over kerkgangers. De ene ware christen vertoont toch meer gebreken dan een ander. O zoon, maak mij uw beeld gelijk. Er staat hier dan ook nog bij haar gereinigd hebben met het bad des waters door het woord. En dan wordt bedoeld dat de doop het teken en zegel is van het bloed van Christus dat van alle zonden reinigt. En dat is in dit verband ook weer even een zijspoor. Maar het feit dat in het vervolg ook de kinderen aangesproken worden, wat betekent dat? Die hebben ook het teken van de doop ontvangen. Dat blijkt uit heel die brief. Het is niet zo, ja kinderen heb ik het over jullie, maar jullie hebben uiteraard dat batterreiniging nog niet ontvangen. Nee, dat hadden ze ook ontvangen. Maar ben je daar zalig omdat je gedoopt bent? Nee, er staat bij door het woord. En dat geldt zowel, dat zeg ik ook maar even, als je als kind gedoopt bent, maar ook als je als volwassene gedoopt bent. Het enige verschil is, bij een volwassene vraag je van tevoren of die wil belijden dat Christus hem alles is. En bij degene die als kind gedoopt is, begin je die vraag te stellen als kinderen opgroeien. Joh, wie is de Heer Jezus nou voor jou? De doop als zodanig maakt een mens niet zalig. Dat zie je trouwens bij Simon de Tovenaar, die was als volwassene gedoopt. Ja, wij kunnen ook niet in het hart kijken, de apostelen konden het niet. Filippus de evangelist kon het niet, laat staan dat wij het kunnen. Je neemt iemand op zijn belijdenis. En dan kan blijken, joh, die belijdenis was heel niet waar. Zeg je dan, ja beste man, daar zal je je geloof nog een keer moeten belijden en nog eens een keer gedoopt moeten worden? Nee, dat is niet de bedoeling. Als iemand eenmaal gedoopt is, hoeft het niet meer herhaald te worden. Maar leer nou het woord van God te betrachten. Haar gereinigd hebbend met het bad des waters door het woord. En dan gaat het om het woord van schuld en vrijspraak. En los van geloof in het woord van God kan de doop, en het geldt trouwens voor het avondmaal niet minder, kunnen doop en avondmaal geen kracht voor ons hebben. Het is natuurlijk wel zo, als je gedoopt bent, als het goed is in zijn heilige verplichting, zijn we tot deze dingen verplicht. En dat zeg ik ook even voor alle duidelijkheid. Dat is niet alleen zo als je op volwassen leeftijd gedoopt bent. Dat geldt ook als je als kind gedoopt bent. Als wij gedoopt zijn en het ontbreekt ons aan de vreze des Heren, aan een levend geloof en droefheid naar God, dan ontheiligen we onze doop. Dan ontheiligen we onze doop. Je kan ook niet zeggen, ja, iemand gaat aan tafel, maar ja, dat hij geen geloof heeft, ja, kan die het helpen? Nee, dat hoort het te zijn. En dan zie je nog eens bij het avondmaal. Waarom gaat u niet aan? Ja, dominee, ik heb geen geloof. Ik zou het avondmaal ontheiligen. Dat is op zich waar. Dan is het jammer dat het geen nood wordt. Maar goed, iemand blijft zitten. Maar dat, die vluchtweg, dat zeg ik maar even, is er voor een doop niet. Waarom ontheilig jij je doop, joh? Nou, als dat het geval is, zal ik het water van de doop maar even afwassen. Nee, dat gaat niet. Er is maar één oplossing. Dat wij de toevlucht nemen tot Christus. Wie wel gedoopt is, maar niet gelooft, ontheiligt zijn doop. En dan gaat het niet om, ja, ik stem met de leer van de kerk in. Ze zien me twee keer per zondag in de kerk. En ik lees thuis uit de Bijbel. Dus ja, ik doe wat ik doe moet. En verder moet de zaak van boven komen. Dat laatste is natuurlijk waar. Maar als we het zo zeggen, is het al bedenkelijk geformuleerd. Paulus zei niet, moet van boven komen. Hij zei, het komt van boven. Niks gemoed daarbij. Uit genade zijn we zalig geworden. Hij zei niet, uit genade moesten we zalig worden. We zijn het. Nou, daar spreek ik iedereen op aan. En in het bijzonder in dit verband natuurlijk de mannen. Maar het gaat, dat begrijpen we toch wel ons allemaal aan. Dat we leven uit die Christus die zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Dat in ons leven mag gaan blijken dat we een levend lid zijn van Gods kerk. En dan kan ik alleen maar herhalen wat ik vanmorgen gezegd heb. Er zijn maar twee soorten mensen.
verloren zondaren en geredde zondaren. Als je het over de doop hebt, mensen, als ze gedoopt zijn die hun doop ontheiligen, of mensen die de betekenis van hun doop verstaan. Dan denk ik opnieuw aan Luther. Ik had het over zijn vrouw Keten en hoe die Keten zag. Ze is me meer waard als het Koninkrijk Frankrijk en de Republiek Venetië. De Galatenbrief is mijn Catharina van Bora onder de boeken van de Bijbel. Ik hou van Keten omdat ze mijn vrouw is. Zo zei Luther dat. En niet zolang ik van haar blijf houden mag ze mijn vrouw blijven. Maar als dat gebeurd is, zet ik er een punt achter. Nee, zo heeft Luther dat nooit gezegd. Maar Luther zei ook, een christen moet elke dag laten zien dat hij gedoopt is. Elke dag bedenken dat hij gedoopt is. Dat hij het teken draagt van het bloed van Christus dat van alle zonden reinigt. En wat houdt dat dan in? Dat je elke dag het oog omhoog richt en het hart naar boven. En dat je elke dag de leden die op de aarde zijn dolden. Je leden die op de aarde zijn dood en de dingen die boven zijn zoekt. De oude mens aflegt en de nieuwe aandoet. Nou, zo schrijft Paulus het aan de gemeente van Efeze. En als dat nou door een man betracht mag worden. Welke zegen is daaraan verbonden? Nou, vele zegeningen. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar vaart een vrouw wel bij, als ze zo'n man mag hebben. Die haar lief heeft zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En die beseft, dat heb ik niet van mezelf. En om van mijn vrouw zo te blijven houden, moet ik elke dag op mijn knieën. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. Wat een zegen als een man, als een vrouw zo'n man mag hebben. En ouders zo'n vader, die zo van hun moeder, kinderen zo'n vader, die zo van hun moeder uit. Ja, dan kan het gebeuren. Daar weet ik voorbeelden van. Een man komt in zijn huwelijk tot bekering. Eerst was zijn werk een en al. De man deed geen verkeerde dingen, maar zijn werk was een en al. Daar ging hij helemaal in op. En dat wordt dan toch anders. Want tot is iets, daar moeten mannen op letten. Dat ze niet te veel opgaan in hun werk. Ik weet niet hoe het hier is, maar ik heb eigenlijk nooit... Ik kan het me niet heugen, een man moeten vermanen, ik hoor van jou dat je lui bent. Dat heb ik eigenlijk nooit bij de hand gehad. Misschien dat collega's dat wel bij de hand hebben gehad, maar ik heb het eigenlijk nooit bij de hand gehad. Nou, een enkele keer misschien, maar ik kan het me niet herinneren. Maar wel dat ik mannen erop aan moest spreken, joh, ga jij nou niet te veel op in je werk? Ga je nou niet te veel op in je werk? Dan zei ze, maar moet ik dan op de bank naast mijn vrouw gaan zitten? Dat zou ik doen, zei ik. En je arm om de reen slaan. Ga er eens naast zitten en je arm er nog omheen slaan ook. Dat kan bepaald geen kwaad. Een man dat hij te veel opgaat in zijn werk. Wat ook kan, dat een meisje zei, dan gaat het om een kind. Ik weet nog goed bij mijn vader veranderen. Niet dat die man zozeer te veel opging in zijn werk. Maar het was eerst allemaal regel. Niet dat dat op zich veranderde, maar de hele sfeer werd anders. We moesten niet meer naar de kerk, we mochten naar de kerk. Het werd heel anders gebracht. Hetzelfde werd heel anders gebracht. En hoe kwam dat? Ja, later ga je dat begrijpen, zei ze. Als kind merk je het op. En de moeder zal het natuurlijk ook opgemerkt hebben. God had zijn wet in het hart van de vader geschreven. En dan zal een vrouw dat ook merken. God heeft zijn wet in het hart van mijn man geschreven. Hij wordt heel anders. Ja, als een vrouw daarom gebeden heeft, dan is dat een verhoring van haar gebeden. Het kan natuurlijk ook zijn dat het juist spanningen begint te geven. En als ik dan een man raad zou geven, zou ik dit zeggen, begrijp wel... Jij bent veranderd, maar je vrouw nog niet. Dat moet je steeds beseffen. En dan moet je in wijsheid met haar omgaan. Het is inmiddels helemaal achterhaald met de iPhones en het internet. Televisie. Ik heb altijd gezegd, je haalt hem niet in huis.
Ja, ik doe dat voor de kinderen. Ik zei, dat zou voor mij juist een reden zijn om hem niet in huis te halen. Maar goed, ik kwam eens bij jonge mensen. Die hadden zich in mijn gemeente gevestigd. Gods gemeente natuurlijk, maar ik mocht er een dienaar zijn. En toen zei die man, ik heb mijn ding fout gedaan. Ik zei, nou, dat valt gelukkig mee. Nee, zo bedoel ik het niet, zei die. We hebben een televisie genomen, ik heb er spijt van. Maar mijn vrouw, die ziet dat toch anders. En wat doe je nou, zei ik. Niet met de vuist op tafel, ik ben niet de baas, ze gaat eruit. Dan staat hij er zo weer, zei hij. Ik ga op mijn knieën, zei hij. Of mijn vrouw er evenveel last van krijgt als ik. Dat vond ik een goede aanpak. En ik kwam een half jaar later. En die vrouw zei, ja dominee, ik sta er nog hetzelfde in. Maar mijn vrouw, mijn man heeft er zoveel last van. Daar kan ik eigenlijk ook niet meer tegen. Laten we hem er maar uit doen, zei ik. En tenslotte is ook zij voor die dingen helemaal ingewonnen. Maar waarom geef ik dat door? Dat kan je op allerlei andere zaken ook toepassen. Die man ging in gebed. Die zei, nee, niet ik deel hier de lakens uit. Die begreep, ik ben veranderd. En mijn vrouw ziet het nog net zoals we het tot dusver samen zagen, tot voor kort. En nou ga ik op mijn knieën, opdat mijn vrouw het anders mag zien. Mag gaan zien. Nou, dat is nou een voorbeeld van je vrouw liefhebben, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En wat een zegen, als een man dan van zijn vrouw mag weten, die heeft door genade de Heer ook lief gekregen. Kan zijn dat je kon zeggen, ja, dat was al toen verkering kregen. Ja, mijn eigen vrouw, ik heb ze eerlijk gezegd niet anders gekend als een kind van God, ik moet het eerlijk zeggen. Ze zei zelf dat ze wel toegenomen was in dingen en dieper was gaan verstaan, kan allemaal waar wezen. Maar ik heb ze niet anders gekend als een kind van God. Dat is een grote zegen. Als je dan samen de Heere mag zoeken en vrezen en dienen bij alle gebrek. En dan denk ik, dat vertelde de dominee van wie ik catechisatielessen kreeg, eens op catechisatie. Ik kan van zijn preken niet zo gek veel herinneren, maar van een aantal catechisatielessen des te meer. En van voorbeelden die hij daar gebruikte. Hij vertelde van een zondagsschoolmeester die had een vraag. Waar woont God? Nou, dat is bepaald niet de moeilijkste vraag. Daarom stelde die hem ook. He, want als kinderen steeds moeten zeggen, dat weet ik niet, dat is niet goed voor hun zelfvertrouwen. He, je begint met vragen die iedereen kan beantwoorden. En dan is er op een gegeven moment een vraag die niet iedereen weet. Maar dat is natuurlijk een vraag. Kan elk kind beantwoorden. In de hemel, riepen al die kinderen. En één meisje zei, bij ons thuis. Nou, de anderen begonnen hard te lachen. Hoe kom je zo ver om dat te zeggen? Bij ons thuis, God woont niet hier op aarde, die woont in de hemel. Maar dat kind die voelt best stuk, God woont bij ons thuis. En die zondagsschoolmeester die begreep wel, hier is meer aan de hand. En hij vroeg dat kleine meisje, wat bedoel jij daarmee? Ze zei, wij zingen toch waar liefde woont, gebied de Heere zijn zegen. Haar ouders waren op wat latere leeftijd getrouwd en hadden nog één dochtertje gekregen, dat was zij. Mijn vader en moeder houden van elkaar, zei ze, en ze hebben ook de Heere lief. Ze hebben mij lief. En ze zei, ik weet toch heel zeker dat ik God ook lief heb gekregen. En dan staat er, zei ze, waar liefde woont, gebied de Heer zijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Nou, als het zo in een gezin mag zijn, dan merkt de buitenwacht dat op. Dan is er aan een Bijbels huwelijks- en gezinsleven een grote zegen verbonden, tal van zegeningen onderling. En dan herhaal ik nog maar weer een keer, niet dat het volmaakt is. Er bestaan gelukkig christelijke huwelijken en christelijke gezinnen, dat wil niet zeggen dat alles volmaakt is. Dat is hier op aarde niet het geval. Maar gelukkig zijn er, hoewel geen volmaakte christenen, toch ware christenen. En zo zijn er goede christelijke huwelijken en goede christelijke gezinnen. Nou, dat las ik pas in een interview, want het ging om dominee De Waard, van wie ik catechisatielessen kreeg in Alblasserdam. Stond in Terdegen.
dat de burenjongens, die inmiddels ook al wat ouder zijn, tegen de zoon van die dominee zeiden, ja, wat ging er van jullie gezin veel uit? Dat is toch wat? En die waren toch iets anders georiënteerd, met de nadruk op iets. Wat ging er van jullie gezin veel uit? Nou, dat is mooi. Dat de buitenwacht dat opmerkt. Want dat is ook waar. Als een man in allerlei contexten gaat beweren dat hij zoveel van zijn vrouw houdt en dat hij zo'n goed huwelijk heeft, dan hoef je er niet gek van op te kijken dat de scheiding heel dichtbij komt. Want als dat echt waar is, hoef je het er heel niet bij te zeggen. Als je het er iets bij moet zeggen, dan vertrouw je het blijkbaar niet. En zo moet het toch zijn, niet dat wij het erbij hoeven te zeggen, dat het te zien valt. En dan zitten wij ermee, en dat geldt ook in allerlei verbanden, persoonlijk, als vader, in het gezin, dat het bij ons zo tekort is. Dan denk ik aan een man en vader, die echte dingen die hier beschreven worden had betrocht. Ouderling geweest en hij lag op zijn sterfbed. En een neef komt hem opzoeken. Hoe gaat het niet zo best, zei hij. Hoezo? Het komt zo op me af, zei hij. Ik ben als man tekortgeschoten, als vader tekortgeschoten, als ouderling tekortgeschoten. Ik zie niks als tekorten. De bewuste neef heeft me het verteld. Die dus bij zijn stervende neef op bezoek was gegaan. Dat zijn neef hem dat beleed. En ik zeg, wat heb je toen geantwoord? Toen heeft hij niet gezegd, joh, dat valt allemaal wel mee. Want dit zeg ik bij je en dat zeg ik bij je. Ja, je hield echt van je vrouw, joh. En je was goed voor je kinderen. Je bent ze voorgegaan. Dat had hij op zich allemaal kunnen zeggen en dan had hij niks meer gezegd. Alles behalve dat. En toch heeft hij dat niet gezegd, want als het er echt om spant, om maar zo te zeggen, kan ik God ontmoeten en dan kom ik terug op wat ik al zei. Dan ga je niet beroepen op het feit dat je je leven in dienst van God hebt besteed. Dan beroep je je niet op je tranen van droefheid naar God. Maar dan blijft er maar één ding over. Het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Christus is voor ons gestorven. Wat meer is, hij is ook opgewekt. Hij zit aan Gods rechterhand. Hij bidt voor ons. Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Het beste huwelijk wordt door de dood ontbonden. De enige uitzondering is het huwelijk tussen Christus en zijn kerk. Want daarvan geldt zelfs de wateren van de doodsjordaan. Kunnen de liefde tussen Christus en zijn kerk niet uitblussen. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, dat we daarbij mogen leven. Jong en oud, ouders en kinderen, man en vrouw, of we nu getrouwd zijn of ongetrouwd, dan heeft deze preek, met een bijzondere focus voor de mannen en vaders, toch een boodschap voor ons allemaal. En laat het zo zijn dat we die boodschap ter harte nemen, dat we mogen weten van de liefde Gods uitgestort in ons hart. En dat we zo, gestempeld door die liefde, vervuld met die liefde, omgaan met elkaar. Dat geven de Heren. Amen. Wij gaan zingen van de 133e psalm, alle drie de verzen. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. 133 de verzen 1, 2 en 3.